Koele Wijntrainer van de IJsselmeerwogers 2. Ben je al een beetje gespannen voor zaterdag? Ja, laat ik zeggen dat ik de gezonde spanning voel. En misschien dat de spanning al iets hoger ligt inderdaad dan andere weken. Hè, omdat we zaterdag natuurlijk kampioen kunnen worden. Maar niet zo intuïtief dat ik denk van potverdorie, die spanning is dusdanig hoog. Van we kunnen niet meer normaal blijven denken. We kunnen niet meer presteren. Dus ik denk, spanning is gewoon gezond. Neem ons even mee door het seizoen heen. Hoe is het jou bevallen? Ja, eigenlijk is het seizoen heel goed verlopen. Ja, als je 19 keer gewonnen hebt en 1 keer gelijk gespeeld hebt. En nu doordat VVZ eruit is gehaald uit de competitie, hebben we 18 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Nou, ik denk dat je dan wel kunt concluderen dat het tot nu toe al een heel mooi seizoen is geweest, wat eigenlijk vlekkeloos is verlopen. Wat is de kracht van jouw elftal? Nou, ik denk dat dat met name is doordat we echt best wel wat jongens hebben die best wel wat ervaring hebben. Die hier in de regio bij eerste elftallen gevoetbald hebben. Jongens die hier al jarenlang in de tweede elftal lopen. Maar ook jongens die hier vanuit de jeugdopleiding door zijn gestoomd naar de A-selectie. En die wekelijks in de tweede elftal voetballen. En ik denk dat dat wel een hele mooie mix is, waardoor we gewoon dit jaar een heel stabiel en goed tweede elftal hebben. Matthijs Aresma, zaterdag gelegenheidsaanvoerder van de tweede. Vertel. Ja, klopt. Ik ben tweede aanvoerder van tweede. Normaal is Peter Vastouw onze eerste aanvoerder. En zaterdag na een uur heeft Peter een directe rode kaart gekregen. Wat mijn inziens eigenlijk een gele kaart was. En daarom is hij zaterdag geschorst. Ben je daar rouwig omdat hij rood heeft gepakt? Wat zei je? Ben je daar rouwig omdat hij rood heeft gepakt? Ja, tuurlijk. Je wil dat met z'n allen doen. Je speelt het hele jaar met z'n allen. En we zijn ook gewoon een gezellige vriendenclub eigenlijk die alles met elkaar deelt. En naast het voetbal ook veel plezier heeft. En dan wil je deze wedstrijd, vooral kampioenswedstrijd, gewoon met z'n allen afmaken ook. Hoe is de sfeer verder binnen het club, binnen het team? Ja, goed. Ik denk ook, we hebben een grote groep met trainen. Dat is andere jaren wel eens anders geweest. Dus we hebben echt wel elke training een man of 20. Waardoor we echt ook gericht kunnen trainen, tactisch kunnen trainen en ook heel veel partijspel kunnen doen. En daarnaast hebben we ook gewoon heel veel plezier. We blijven eigenlijk altijd wel hangen om samen daarna ook nog een biertje te drinken. En ik denk dat je zonder plezier ook niet zo presteert als we nu presteren. Ja. Daar begint het eigenlijk. Ja. Waarom zouden zoveel mogelijk mensen moeten komen kijken zaterdag bij jullie? Het is super mooi weer. Mooi tijdstip denk ik voor het eerste. IJsselmeerwogers Katwijk is natuurlijk al een super mooi wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. Kom allemaal 2 uurtjes eerder en ga van ons genieten thuis. We spelen thuis over het algemeen ook wel mooi voetbal. Met grote uitslagen ook dit jaar, dat je mooie doelpunten kan zien. Dus ik zeg allemaal komen. Bereid jij je ploeg anders voor op een kampioenswedstrijd dan op een normale wedstrijd? Nee, in principe niet. Want op de donderdagen hebben wij altijd een hele grote groep. En dan trainen wij over het algemeen met 22, 23 spelers. En dan trainen we eigenlijk al het team tactisch. En dan is het de ene keer zo 9 tegen 9, andere keer 10 tegen 10. En vandaag was het 11 tegen 11. Dus nee, en niet anders voorbereid dan een andere week. Tot slot, durf je aan een voorspelling te wagen voor zaterdag? Ja, ik durf wel te voorspellen dat we in ieder geval kampioen geworden. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. Zaterdag winnen, kampioenschap vieren en een lekkere seizoen uitspelen. En dan volgend jaar in de reserve hoofdklasse onze opwachting weer maken. En afloop een lekker biertje. Dat zal wat later worden, maar dat gaan we zeker wel doen, ja. Succes, dankjewel.